Vanavond zijn we hier bij de opening van het 12e Suriname Jazz Festival. We zijn dus al 12 jaar bezig. En we hebben nu een programma waarbij we elke keer op de eerste avond een jam hebben. En dat is nou aan de gang. Het jazzfestival is eigenlijk om het toerisme te bevorderen, want we denken dat, en dat zie je ook in de hele wereld, dat jazzfestivals toeristen kunnen aantrekken. We hebben ook een tweede doelstelling en dat is educatie. Dat we proberen de mensen op te voeden en te leren wat jazz is. Want men heeft toch wel een beetje een vastgeroest verouderd beeld. Na 12 jaar merk je dat er meer ingang is van jazz in de Surinaamse samenleving? Ja, dus we hebben nu voor het eerst 6 buitenlandse bands. Deze komen van Amerika, van Curaçao, uit Nederland, uit Frankrijk, uit Guyana en Martinique en uit Belém. Dus het festival bestaat uit een aantal onderdelen, workshops en masterclasses. Het optreden van de verschillende artiesten. We hebben ook verschillende themaavonden, bijvoorbeeld een Brazilian and Latin Night. We hebben altijd onze main event, is onze eigen jazz, onze Cacico Jazz. Dus we zijn nu op het punt gekomen. En dat gold eigenlijk vanaf het eerste jazzfestival. Als je het nu groot doet, moet je het volgend jaar nog groter doen. Want iedereen verwacht beter en meer. Dus je moet heel voorzichtig groeien. Nou, daar zijn we mee bezig.